Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Ik ben Caroline en vandaag laat ik jullie de feesteditie zien van de make-up van Bourjois. Als absoluut hoogtepunt hebben zij een heel erg mooi smoky eye paletje. En als allereerste viel mij direct op dit paletje. Daar staat een afbeelding van een meisje en dat meisje lijkt echt super hard op Anne-Catherine, vind ik. Ik wil allereerst al even de kleuren voor jullie swatchen, dat jullie de kleuren zien. Ik ga ze even allemaal aanbrengen. Dit zijn de 8 kleuren. Ze geven heel erg intense kleuren af. Met één swipe heb je echt al wel goede kleur. Er zitten 2 kleuren in die iets matter zijn en die geven iets meer poeder af. Maar die glinsterende kleuren die geven helemaal niet veel fallout. De iets mattere kleuren is een donkerblauwe. Die donkerblauwe die is iets matter. En hier op het einde die smoky zwarte die is ook iets matter. Die gouden die daarnaast zit, ik ga hem meteen op mijn arm laten zien. Die lijkt in het paletje wel vrij goud. Maar eigenlijk is het wel een vrij donkere kleur die gewoon een beetje gouden partikeltjes bevat. Jullie zien het op mijn arm, dat die tweede kleur bovenaan, dat is eigenlijk die gouden kleur. Verder ga ik heel erg korte productjes laten zien waar ik mee ga werken, want jullie zien zo meteen in de video hoe ik de producten gebruik en hoe ze eruit zien. Ten tweede heb je deze mascara, een heel erg leuke mascara die 2 standen heeft, 1 voor lengte en 1 voor volume. En dan heb je ten derde de Rouge Edition Velvet Lip Gloss. Deze is in een heel erg fuchsia kleur, maar die bestaat ook in een paarse kleur. En dan heb je ook nog de vloeibare highlighter die echt een heel erg mooie metallic effect geeft. Zo, zijn jullie benieuwd naar deze eindejaarscollectie? Kijk dan verder naar mijn video. Ik doe alles stap voor stap voor hoe ik deze look doe. Hopelijk zijn jullie benieuwd. Vinden jullie de video leuk? En kijk jullie verder. De mascara die is echt wel super leuk, want de ene kant die zorgt voor lengte en de andere kant die zorgt voor volume, maar dat je gewoon aan het topje kan draaien. De eerste die zorgt voor lengte, daar zijn de borstelhaartjes een beetje meer gespreid en als je dan gaat draaien, dan komen de borstelhaartjes veel dichter bij elkaar, waardoor het een dikker borsteltje is en dan kan je veel meer volume geven. Dus ik ga een eerste laagje aanleggen lengte en dan een tweede laagje volume.
Omdat de ooglook echt wel heel erg smoky is, ga ik vandaag mijn wenkbrauwen niet doen. Maar dat is gewoon omdat ik wel vrij volle wenkbrauwen heb. Maar doe jij gerust een klein beetje kleur in je wenkbrauwen, maar ik wil niet overdrijven. Dus ik ga verder met de lippen. Ik ga eerst een heel klein beetje lippenpotlood mijn lippen omranden, omdat dat toch altijd een mooier effect geeft. En dan is er nog een Sculpt Light Illuminator Strobing product. En dat ga ik nu aanbrengen op mijn wangen, heel erg zachtjes. En ik ga dat doen. Dat is een vloeibare highlighter, dus gebruik er zeker niet te veel van. Ik ga er een klein beetje aanbrengen met mijn vingers. En uitwerken met een borsteltje. Die geeft wel echt een heel erg mooi en heel erg shiny effect. Voilà, dit is de afgewerkte look en wat vind ik nu juist van de producten. Ik ga beginnen met het top item uit de collectie. Jullie hebben het gezien hoe ik het heb gebruikt en ik vind het een heel erg mooi paletje. Ik vind het absoluut fantastisch dat de kleuren heel erg veel kleur afgeven. Je moet echt niet te veel op je borsteltje nemen om direct een felle en een donkere kleur te hebben. Maar ik vind alle kleuren wel heel erg donker. Ga je voor een smoky look en ben je echt op zoek naar een smoky eye palet, dan is dit eye paletje voor jou. Maar zoals je ziet, zelfs het goud is een lichtere kleur in het palet. Maar toch, als je die gebruikt op je ogen, heeft die toch wel een donkere ondertoon. Dus het is eigenlijk een donkere oogschaduw met goudpartikeltjes in. Dus die geeft wel een paar mooie glansdeeltjes, maar die is uiteindelijk toch ook wel een donkere kleur. En jullie zien het, het is een heel intense smoky eye look. De kleur geeft goed af. Hij geeft een heel klein beetje fallout, dus misschien is het wel aan te raden om eerst je ogen te maquilleren en dan pas je gelaat. Maar ben je op zoek naar een smoky palet, dan is dit echt wel eentje dat jij graag gaat hebben. Wat ik echt een topper vind, dat is de mascara. Ik vind hem heel erg vochtig, heel erg smeug. Dus hij brengt echt direct van het eerste laagje heel veel product aan. Hij brengt, zoals hij belooft, heel veel lengte. En als je dan draait aan het topje, heel veel volume. Dus ik vind echt de mascara, even denken, ja, dat vind ik misschien wel de beste uit de collectie. Dan de lipgloss. Het is de Rouge Edition. Het is een velvet lipgloss. En ik had deze nog niet gebruikt voor vandaag. En als je die inderdaad op je lippen aanbrengt, die heeft echt die velvet touch. Dus hij brengt heel, heel erg zacht aan. Hij geeft zo, ja, een verloren gevoel aan je lippen. Dus ik vind hem heel erg mooi. Ik weet enkel nog niet hoe lang dat hij gaat houden. Maar ik vind dat hij wel heel erg goed zit, heel erg smeuig. Hij maakt je lippen zacht en helemaal niet trekkerig. En de kleur is ook heel intens. De Sculpt Light Strobing Highlighter. Wel, ik ben eigenlijk, of ik was voordien helemaal geen fan van vloeibare highlighters, omdat ik altijd het gedacht heb met mijn vrij vette huid. Ik ga eerst mijn gelaat helemaal afpoederen om het matter te maken. En dan zou je toch nog een vloeibaar product gaan gebruiken om het terug te laten glanzen. Maar deze, die geeft inderdaad echt wel een heel erg mooie metallic finish. Als je hem gebruikt, moet je hem onmiddellijk uitwrijven met je handen of met je borsteltje, want hij droogt heel erg snel op. Dus dat vind ik er goed aan. Het is een vloeibare, maar hij zet zich heel snel goed vast. En het is, moet ik eerlijk zeggen, wel de meest intense highlighter die ik al heb gebruikt. Dus ik denk dat je met een vloeibare natuurlijk wel intenser kan gaan dan met een poederproduct. En wat ik er heel goed aan vind, is echt die metallic finish, die echt die high shine. En het is echt een heel erg groot flesje. Deze bevat 15 ml. Dus je hebt daar zo weinig van nodig dat ik denk dat je wel heel erg lang toekomt. Dus als jij een highlight lover bent en het elke dag gebruikt, dan zou ik deze zeker aanraden.
ook in de collectie, maar die heb ik nu er juist niet laten zien. Ik heb die niet voorgedaan. Zitten ook de nagellak shells. Het is Lalac Shell van Bourjois. En die heeft elke keer een kleurtje. En dan moet je daar een top gel lak nagellak overzetten. En die belooft dan dat die nagellak dubbel zo lang houdt dan een gewone nagellak. Met de collectie nu zijn een aantal nieuwe donkere kleuren. Een donkerblauwe, een donkergroene, een felroze zoals de Lip Velvet en een donkerpaarse. Ik heb deze nagellak al een keertje gebruikt en ik vind eigenlijk dat die van textuur een klein beetje dik is. Dus dat die niet heel erg goed uitveegt, maar je moet dus gewoon geduld hebben. En het borsteltje vind ik ook een klein beetje brut. Het is een vrij dik borsteltje, dus als je hele dunne fijne nagels hebt, is het iets moeilijker om te lakken. Laat de nagellak in ieder geval lang genoeg opdrogen en dan blijft die wel heel erg lang. Voilà, hopelijk vonden jullie mijn video leuk over de nieuwe feestcollectie van Bourjois. Deze kan je vinden vanaf 1 december in al de verkoopspunten die natuurlijk Bourjois verkopen. Hopelijk abonneren jullie op mijn kanaal of geven jullie een like aan deze video en zie ik jullie in mijn volgende video's terug. Tot later!